759 kilo, het gewicht van een smartauto. Zoveel kilo afval produceerde één persoon in België in 2021. En jammer genoeg, die dat ook op straat. Zo hoorde de hoofdstad van België, Brussel, in de top 5 van vuilste steden. Maar er zijn ook mensen die dit tegengaan, en daarom wil ik vertellen over mijn werkervaring bij de dienst Openbare Ruimte in mijn thuisgemeente. Als studentenjob heb ik een maand lang meegedraaid met de dienst openbare ruimte, waarbij mijn hoofdtaak bestond uit het onderhouden van de netheid van onze gemeente. En dit was een echte eye-opener. Mijn eerste werkdag was ik al enorm geschrokken van al het afval dat wij dan tegenkomen in het openbaar. We bleven maar rijden van de ene plek naar de andere om al het afval erop te ruimen. Het stopte niet. De bergafval die we in onze kamionet moesten steken bleef maar groeien. Op het eind van de dag kwam dan het nieuws binnen. Oké. Okay, dit is dus 1 vijfde van al het afval, nog 4 dagen te gaan. En ja, dit was wel degelijk het geval. De volgende dagen moesten we naar nog andere plekken gaan. Tot op de laatste dag van de week. Dan was zogezegd alles weer proper. En dan kwam er een nieuwe week. En ja, je kan het al raden. Weer starten op dezelfde plek waar je vorige, keer, vorige week was. Want jawel, daar lag die berg afval toch wel opnieuw. Het leek dat je het voor niets deed. Maar dat was natuurlijk niet zo. Door daar elke week te zijn, konden we vermijden dat er kilo's afval in beekjes of rivieren terecht kwam. En alleen al daarvoor ben ik de mensen die opruimacties doen zo dankbaar, want dat doet er echt toe.